Leuk dat je een campagne gevolgd. Gratis OV in Nederland? Ja, wie wil dat nou niet? Ik hoor je denken, dat kan er helemaal niet, dat is veel te duur. Nou, geloof mij, het kan. In Luxemburg kan het gelukkig ook. Ja. Ik neem me daarom mee naar Luxemburg. Ga je mee? Mag erbij. Helaas, we reizen niet naar Luxemburg af, want zoals onze premier Mark Rutte gisteravond al zei, alleen reizen indien noodzakelijk. Daarom blijven we lekker veilig in Nederland. Maar gelukkig hebben we YouTube nog. Jarenlang werd Luxemburg geteisterd door grote verkeersopstoppingen. Mensen die naar Luxemburgstad reisden en weer terug, iedereen werkte in dezelfde stad. Mobiliteitsminister François Bouws besloot begin dit jaar er een einde aan te maken. En wat lukte hem om het OV gratis te maken voor alle inwoners? So the main reason is to have a better quality of mobility. And then the side reason is clearly also environmental issues, climate change for example. We know that the transport sector represents 40% of the CO2 emissions, but to convince the population you must really focus on the first part so that at the end everybody is a winner when it is changed. My message will be Luxembourg is some kind of a laboratory for new mobility systems. Come to us and see us, work with us together so that we can improve this system and can be that it can be a model also for other urban areas worldwide. Maar hoe is het nu gelukt? Luxemburg is natuurlijk maar een klein land, net als Nederland. Luxemburg is ook een rijk en welvarend land, net als Nederland. En de kosten in Luxemburg zijn slechts 41 miljoen euro per jaar. Aan Nederland zal het ongetwijfeld wel iets meer zijn, maar het hoeft de overheid ons helemaal niks extra's te kosten. Want zoals we in onze vorige blog al hebben uitgelegd, stoten de rijkste mensen van Nederland stoten veel meer uit dan alle andere mensen in Nederland. Dus waarom laat je de rijken niet betalen voor het OV? Door extra milieubelasting. Wie meer uitstoot, moet toch meer betalen, toch? Misschien vraag je je af, hoe zit het dan met die capaciteit? Ja, als het gratis OV is, dan gaan veel meer mensen natuurlijk reizen. Nou, daar heeft de volgende mevrouw een hele goede oplossing voor. Ik denk dat er dan om elke 10 minuten eentje moet rijden. Zoals ze met sommige treinen willen gaan doen. Continu. Ja. Zoiets. Ja? Ja. En voor u? Ook. Ik zou absoluut zeggen. Aanpassen. Meer. Ja, aanpassen aan de hoeveelheid die men verwacht. Of die men ziet dat er komt. Jij je overtuigd? Ga dan naar gratisovnederland.nl en teken een petitie. En vergeet ons niet te volgen op Facebook en Instagram. Doei!